Hallo, Adolf hier. Papi Goebbels heeft een boodschap voor u. En ja, ik laat hem maar aan het woord. Ja, houdt heel veel van u. Heel erg veel. Hij betreurt hoe vele puppies behandeld worden. Dat doet de pijn in het hart. Ja, dat doet de pijn in het hart. Hij heeft er straks lekkere hondenbrokjes gehad. En die waren doorweek met kokend water, lekker zompig. Dat was lekker. Nogmaals, hij houdt ook heel veel van de andere puppies en honden. Oh, sorry. Hij houdt ook heel veel van de katjes. Weet je wel, en de capybara's. Ja, de capybara's houdt hij ook van. En hij belooft dat er een nieuwe toekomst zal komen met betere economie voor de mensen. Ja, Goebbels, ik weet het. Ze willen maar niet luisteren. Er is een mogelijkheid tot een betere wereld, maar ze zien het nog niet. Nee, ik ben er ook heel boos van. Heel boos. Dit is niet leuk wat de mensen doen. En ja, morgen halen we nieuwe brokjes, hè. Ja, morgen halen we nieuwe brokjes. Nog een kleine boodschap, Goebbels. Oh. Ja, weet je wel, kleed u vooral warm aan. Het zijn koude dagen, het is winter en het is nat en regent en u moet... goed op uw gezondheid letten. Pardon, dames en heren. Ja, ik bedoel, het is lastig om het aan te interpreteren, want... Ik bedoel, hij is nog maar puppy. Dus hij kan nog niet zo heel goed communiceren. Dus hij allemaal gaat leren. En ja... Oh, nee, Goebbels. Nee, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Nee, we gaan niemand meer opsluiten. Dat was toen, dit is nu. Nou gaan we andere tactiek toepassen. Ja, je bent braaf. Oh, dat zei je expres, want je... Ja, nee, ik hoor het al, joh. Hij wil plasje gaan doen, dames en heren. Hij wil plasje gaan doen. Dus we gaan nou even naar buiten, oké?